Ja, vrienden. Ja, jullie zullen wel denken, dan gaat hij weer. Gaat hij weer, toch maar even over je neus heen. Ja, want dit gaat hem worden voor de komende tijd. Want kijk, ik doe mijn vaar voor, dan ben ik iets beter te verstaan. Maar goed, hier gaat het dus over, hè. Mondkapje. Die Jaap Dissel, Jaap van Dissel. Van het OMT of RIVM of weet ik veel waar die man van is. Die houdt ons al een hele tijd aan het lijntje met een hoop geleuter. En dat, want Jaap, die blijft maar beweren van... Ja, het mondkapje is niet nodig en het heeft buitengewoon weinig effect. Dat is dan wat Jaap loopt te verkondigen. En dat zit hij ook in die oren van die ministers en van Rutte en allemaal in die oren te toeteren. En die geloven hem, want die denken, ja, die Jaap die heeft er verstand van. En de papegaaien ze dus allemaal na. En zo bleef het maar aan de gang, de hele discussie over die mondkapjes. En nu zijn we daar nog steeds niet uit, want het is nog steeds geen plicht, want het is alleen nog maar een dringend advies. Maar we zien wel steeds meer dat mensen het mondkapje gaan accepteren. Ja, dankjewel meneer Van Dissel. Maandenlang heb je ons verteld dat het niet deugt. En wat blijkt nu, wat we moeten doen vrienden, is niet luisteren naar die Van Dissel. Want die heeft er echt geen enkele kijk op. Die moet daar gewoon snel uit die functie weg. Want die zet de hele boel constant op het verkeerde been. En die houdt dat geleuter maar in stand. Want wat heb ik nou gelezen en gehoord in Amerika? Van ene Monica Gandhi. Ja, stond ook in de Telegraaf. En Monica Gandhi is verbonden aan de Universiteit van Californië. En weet alles van virussen en noem het allemaal maar op. En die zegt, doe dat ding nou op. Dus gewoon mondkapje op, want als je dus, kijk, en daar gaat het dus om, gewoon mondkapje dragen, als je in drukte komt en waar veel mensen zijn, daar gaat het om. Probeer wel die anderhalve meter afstand te houden. Waar het nou om gaat, is het volgende. Als je mondkapje niet draagt en je komt te dicht bij iemand en die begint te praten, te zingen of te schreeuwen of weet ik veel wat, dan krijg je de volle laag van het virus in je neus of in je mond en dan ben je de pineut. Daar gaat het om. Dus elke keer als jij te dicht bij iemand komt en hup de pup de pup, dan ben je de sigaar. Maar heb je nou je mondkapje op, dan kan dat niet gebeuren. Dan krijg je misschien maar 30% of 40% van het virus binnen. En dan word je veel minder ziek en ga je er ook absoluut niet dood aan. Dat is wat die Monica Gandhi vertelt. Dus die zegt alleen maar, gebruik nou als je een beetje in drukte komt en waar dan ook, gebruik dan dat mondkapje altijd. Want dan ben je beschermd. Jij bent zelf beschermd en de anderen waar jij bent zijn ook beschermd. Want jij kan dan niemand besmetten en je kan het ook niet oplopen. Het werkt twee kanten op. En het wordt dus heel veel minder, daar gaat het dus over, met een mondkapje op. Dat is wat zij vertelt. Want zonder mondkapje, dan kan je gewoon hup, die volle laag krijgen als je iets te dichtbij komt. Want je kan niet altijd die anderhalve meter kan je in de gaten houden. Nee, dat lukt natuurlijk geen hond. Dat snapt iedereen wel. Ja, natuurlijk is dat moeilijk. Daarom, vrienden. Ja, ik ben weer eventjes de afhaal-Chinees. Ik ben weer even dat, ja, hop, dat doorgeefluik. Ik geef het gewoon door. Niemand hoeft het te doen. Ik verplicht niemand wat. Maar ik ga het wel doen. Ik weet zeker dat ik de komende tijd, overal waar het een beetje maar nodig is, doe ik het mondkapje voor, want dat is de bescherming tegen het virus.